Een huis dat lijkt op een poppenhuis. Met moeder, dochter, zoon, een schoonzoon en natuurlijk Margaret. Gerda, de dochter, slaapwandelt door het huis. De schoonzoon wil eigenlijk maar één ding. Geld. De zoon verkeert in een toestand die lijkt op koorts, terwijl het juist heel koud is. Margaret voert de moeder pap. Dat doet ze bijna de hele tijd, want de moeder is onverzadigbaar. Een huis dat lijkt op een poppenhuis.